Talks with Charlie. What's poppin' with the population? Smell like money, so we definitely gonna make some Talks with Charlie. Jullie weten, jullie zien het. Mijn volgende gast is sowieso iemand belangrijk. Als die niet belangrijk is voor jullie, dan weet ik het ook niet. Hè? Maar voor mij is hij zeker belangrijk. Ik ben blij dat hij tot hier is gekomen. Ik zei hem er juist, ik heb hem al lang niet meer gezien sinds Amsterdam. Hij is komen optreden, hij had een showtje daar. Je weet, deze man treedt op. Hij is busy. En ik ben ook blij dat je tijd hebt gemaakt voor mijn broeder. Je suis vraiment content. J'apprécie que tu es venu. En ja, voor de mensen die u niet zouden kennen, sta je een klein beetje voor. Wie ben je? Voor de mensen die mij niet kennen, ik ben Brian MG. Ik woon in Gent, 27 jaar. Ik ben een artiest. Artiest? Ja. Ook geboren in Gent? Ja. Oh, oké. Okay. Ja. Oh, ik dacht eigenlijk Congo's. Ja, iedereen denkt dat. Maar dat is goed. Oké, in Gent. Jij bent ook met je manager. Ja, manager. Dat is je zus ondertussen. Ja, ja. Maar hoeveel zijn jullie opgegroeid daar? We zijn met drie opgegroeid. Okay. Met drie. Dus ik heb nog een jongere broer. Okay. Hij is producer. Okay. Oh. Ja, ja, ook een gekende producer? Nee, nog niet. Nog niet. Hij is bezig. Zoals onze Jungle hier ook, een producer die bezig is. Trouwens, ik zei tegen hem, Brian MG komt, hij zei, yo, kei dik, je bent een dag vandaag. Sterk. Ik zei, yo, oké, okay, ga aan hem spreken als je hem ziet zelf. Sterk. Maar wacht, dus je bent met drie opgegroeid, ja. Ben jij de oudste? Ik ben de oudste, ja. Oké, gewoon vraag. Yes, okay. Yes, ik ben de oudste. En neem mij mee, hoe was het opgroeien in Gent? Opgroeien in Gent is chill. Ik ben opgegroeid in Wolterslaan. Het is een soort waar je een pleintje hebt, voetballen, je kan voetballen, je komt veel mensen tegen. En mijn beginnende ding voor muziek was, ik zag Buitenlanders, ik weet niet of je Buitenlanders kent? Dat is een groep? Ja, dat is een groep in Gent. Shout-out Blakka en Ali. Okay. En ik zag hun ding doen en dat inspireerde mij om gewoon mijn ding te doen. En dat waren dan rappers? Ja, waren twee rappers, ja. Oké, ja. Oké. Maar natuurlijk, dat is op een oudere leeftijd. Ja, maar, ja, hè? Ja. Je bent nog jong. Hoe was uw jonge leeftijd? Want kijk, uw ouders zijn waarschijnlijk wel geboren in Congo. Ja. Dus eigenlijk, je bent vanaf kleuterklas gewoon naar school gegaan. Ja. Dus eigenlijk had je geen probleem met de talen en zo. Nee, ik had geen probleem met de talen. Sterker nog, ik hou van talen, al sinds klein. Mm-hmm. Waar ik al goed Frans kunnen, waar ik al goed Nederlands kunnen. Okay. Waar ik alles gewoon goed kunnen. Dat is belangrijk, gewoon in België natuurlijk. Tuurlijk. Oké, dus jij bent de oudste, je hebt de kleine zus. En dan, hoe oud is je jongste broer? Mijn jongste broer is nu 20. Ja. Hij is niet meer zo jong. Hij is niet meer zo jong. Man, bijna. Maar shout-out naar je broer. En shout-out naar het feit dat je zus je manager. Dat is ook nog iets. Dat noemen ze echt met familie dingen te houden. Precies. En ook wanneer zij communiceert, professionele lady, shout-out naar u. Professioneel, echt wel. Ja, die vraag daar. Ik vind dat echt graag, want inderdaad, wanneer je succesvol wordt, is dat ook best om de mensen rond u te hebben die je echt kent. Precies. En dan heb je. Uw broer heeft al beats voor u gemaakt? Dus? Ja, sowieso. Okay. Maar ik ben kritisch met hem. En hij is ook kritisch, dus hij laat mij ook niet. Alles. We zijn een beetje hetzelfde. Okay. Hij laat me niet snel dingen horen, ik laat hem ook niet snel dingen horen. Okay, dus okay. Dat is een goede eigenschap. Zo word je beter. Maar dat is natuurlijk wanneer meneer Brian MG is begin muziek te maken. Ik heb ook ergens gelezen dat jij een voetballer was. Ja. Ik heb lang gevoetbald. Wanneer, op welke leeftijd is dat begonnen? Ik denk rond mijn 12e. Okay. Rond mijn, ik denk vroeger nog. In Gent daar? Ja. Okay. Bij Olympia Gent begonnen. Ik heb een paar ploegen gedaan, Nooit elite level? Ja, het hoogste waar ik heb gespeeld is Wetteren. Wetteren? Ja, ik heb gewoon een paar wedstrijden gespeeld. Gespeeld is een groot woord. Ik ben gaan testen. Ik heb 3-4 wedstrijden gespeeld en dat, ik denk dat dat mijn laatste voetbalploeg was. Welke positie speelde je? Centraal van achter. Nummer 4. Wissel van Congolais, Zeker. moet. Maar één ding dat ik ook zeker heb geschreven, ik wou weten. Opgroeiend, wat waren de taboes dat jij bijvoorbeeld in Gent zeg of meemaakte of ervaren? Taboes. We hebben veel taboes. Hè. Kijk, ja. Ik denk als je bijvoorbeeld op 12, 13-jarige leeftijd voetbal speelt, dan zie je die taboes. Als je in het park speelt, zie je die dingen niet. Er zijn er wel, overal, zoals overal, in elke hoed, maar ik zag het niet, snap je? Dus eerlijk, ik geef je gelijk. Ja. Want niet iedereen, wanneer ik zeg dat ik geen racisme meemaak,
vinden mensen dat zo raar. Want ze verwachten dat iedereen racisme moet meemaken. Maar soms heb je dat gewoon. Ja, soms, we maken het wel mee hoor. Ik heb sowieso racisme meegemaakt, maar pff, kijk. Ik sta er niet bij stil, ik geef het ook niet aan. Ja, ik neem het ook niet aan of zo van iemand. Shout out naar jou. Ja. Maar als je terugblikt naar je jongere jaren, moeilijke jeugd? Nee man, ik heb een goede jeugd gehad. Flinke jongen. Mag, ja, tuurlijk. Ik heb een goede jeugd gehad. Ik heb een goede. Af en toe kattenkwaad sowieso, we zijn jongens. Maar ik heb gewoon een goede jeugd gehad. Ik heb, mijn ouders hebben me goed opgevoed. Okay. Met respect, dus. Dat is heel belangrijk. Ja. Maar natuurlijk, we zijn Congolees. Tuurlijk. Heb jij het Congolese opvoeding gekregen? En voor de mensen die het niet zouden weten, kun je een voorbeeld geven? Allee, wat? Nee, geen voorbeeld. Kun je maar zeggen wat voor u Congolese opvoeding betekent? Congolese opvoeding zijn sowieso de feestjes. Oh. Ja, de... Congolese feestjes, ja, feestjes. Ik ga sowieso altijd eerst voor de positieve dingen. Facts. Allemaal, sowieso. Maar ik denk ook in de muziek. Facts. De muziek die ik van mijn vader kreeg. Ja, dat. Vind jij, natuurlijk ga ik even springen naar voren. Vind jij dat uw muziek inspiratie ook uit de Congolese ding komt? Zeker, kijk, ik kan. Los van buitenland. Ja, dat is een goede vraag. Ik denk persoonlijk dat het wel invloed heeft in de zin van melodieën, die ik dan weer transformeer naar andere dingen. Dus ik denk, als ik een antwoord kan geven op je vraag, ja. Want dat is, trouwens, ken jij Hulk? Ja, tuurlijk. Ik ken nog geen liedje van jullie. We hebben dingen klaarstaan, sowieso. Oh, okay, ja, ja, maak je geen zorgen. Dat is onmogelijk. Ik ken hem ook al lang, Hulk. Ja. Ik ken hem 2019 zo. Binopé, al lang. Ja, al lang. Weet je wat ding is? We hadden schrijverskamp met Wawa. Oké, Sharana Wawa. Ja, Sharana Wawa ook. Ja, we hadden schrijverskamp met Wawa. En hij had zijn eigen schrijverskamp, ik had mijn schrijverskamp. En Hulk was gekomen naar die van Wawa. Toen vond ik hem al super hard. Dus, Ja. Heel muzikaal. Ja, heel oké. Dus jij zegt, jullie hebben dingen klaar staan. Dus ja. Ik ken mijn gewoon voorbeeld. Zeker. Hij is gaande en jij bent gaande. Ja, maar goeie jongen, man. Wauw. Ja, ja. Maar oké, Congolese cultuur, dus feestjes vooral. Ja. School, parcours. Ja, bij mijn school was gewoon. Ik heb in het lager op Nieuwen Bosch gezeten. Dus was een school met uniform. En in het middelbaar heb ik op Don Bosco Sint-Nijs-Westrum gezeten in Gent. Don Bosco, wow, dat is tot in Gent. Ja, hebben Don Bosco hier ook? In ja, volgens mij wel. In Hoboken? En ook in Limburg. Oké. Okay. Fun fact, ik ken zelf... ik weet niet of je Manu kent van Soul Art. Manu, ja. Hij zat op internaat daar. Okay. Ik ken hem al van schooltijden. Okay. Hoe oud ben je, Brian? Ik ben 27. Oh. Ja. Dat je misschien nog jonger was. Nee. Ja, ik lijk jonger omdat ik babyface heb. Ja, maar ik ben 27. Oké. Ja. Maar, dus je hebt je schoolparcours heb je gewoon afgemaakt. Je bent afgestudeerd. Nooit blijven zitten. Gewoon jawel, ik ben wel een keer blijven zitten. Weet je waarom ik die vragen stel? Want veel mensen denken dat het leven alleen jongeren. Want nogmaals, ik ben een jongerenwerker trouwens. Ja, ja. Veel van mijn boodschap is meer naar de jongeren toe. Ja. De fouten die ik heb gemaakt, moet ik ook hun ogen openen. En ik weet ook, je hebt veel jongeren, jongens, meisjes naar u opkijken. Ja. En soms denken ze ook gewoon, je bent gewoon naar buiten gestapt en je bent ineens Brian. Nee, dat is helemaal niet zo. Was het maar zo. Maar voor sommigen, wij weten dat ook niet. Daarom ben ik echt blij dat ik zo'n podcast doe. Because I get the chance om met jullie te spreken. Zeker. En sommige mensen denken, want hij bijvoorbeeld, hij zegt, maar als hij Brian MG hoort en hij zit hier. Ja. Dat is omdat hij heeft gekeken, oh, Brian MG is gaande. Maar he doesn't know, misschien Brian MG blijft zitten. Hij heeft gezegd, bom, nu ga ik wakker worden, het is tijd. Nee. En daarom vind ik mijn podcast heel belangrijk, because ten eerste, ik bedenk dat jullie tot hier komen. En ik weet, jullie leven is geen gemakkelijke leven. Precies. Ik weet wanneer ik je een bericht stuur. Ik weet, als je dat binnen 2 weken hebt opengedaan, het is niet omdat jij zoiets van, Charlie heeft mij gestuurd. Jij hebt misschien 1500 berichten. Wij weten dat allemaal niet. We denken, ja, dat zijn haters of die gewoon niet met ons praten. Nee. Nooit. En daarom zeg ik, het is belangrijk om te weten wie je bent als mens. Ja. Because het gaat iemand anders motiveren. Ja, iemand die naar je opkijkt, eigenlijk,
Brian M. geeft nu zijn leven dan. Mijn leven is misschien juist hetzelfde. Precies, precies. Daarom, want veel mensen denken als ik zo bepaalde vragen stel, is nee, ik stel dat gewoon om de volgende persoon te motiveren. Te motiveren, ja. Daar respecteer ik ook. Toch iemand die een platform geeft aan jongens zoals ons. Allee, als ik zeg jongens zoals ons... Je hebt dat niet nodig trouwens. Ja, nee, weet je wat het is? Kijk, ik ben sowieso iemand die niet wil praten. Dus als ik me al comfortabel voel om met iemand te praten, dat is al een goed teken, snap je? Dus, en ik kijk ook naar die podcast die je geeft. Dus, shout out. Interessante dingen, interessant. Shout out naar Brian M.G. nogmaals om hier langs te komen. Podcast. Dus wacht, na de school, je bent afgestudeerd, waar is zesde? Ja, ik heb 7 jaar gedaan. 7 jaar, oké. Wat is je volgende stap? Maakte je al muziek? Nee. Ja, ik maakte al muziek. Ik ga iets grappigs vertellen. Ik was in de klas en ik had al tegen een vriend van mij gezegd, Apje heet hij, dat ik muziek maakte. Maar ik kon niet aan iedereen laten horen. Het was 2017 volgens mij. En hij gaat voor de klas staan. Hij drukt mijn naam op die PC op SoundCloud tot en toe. Hij laat mijn liedje horen en iedereen was van... Oh, en welk liedje was dat? Was... goeie vraag, wacht. Die tune heette Maga. Ik was zwaar fan van SFB, nog steeds toen. En, SFB is mijn vriend, hè? Ja, mijn vriend, Priceless. Ik had een soortgelijke tune gemaakt, maar hun vonden dat hard. Maar ik was al toen al kritisch van... En dan, zo is het begonnen, man, bij mij. Je bent niet begonnen als rapper? Jawel. Oké. Okay. Ik ben wel begonnen als rapper, okay. Maar... dat was gewoon puur voor de lol. Ik zocht iets om gewoon mijn gedachten... Want voetbal ging niet. School, ik had geen zin meer. Dus ik zocht iets om bezig te houden. En uiteindelijk heb ik voor muziek gekozen. Wat ook belangrijk hier is... Jij bent begonnen als rapper, maar die switch naar muziek, was dat een easy switch of? Want... Iemand heeft me, shout-out Sample. Okay. Ja. Hij zei ook al van, ik denk dat je meer moet zingen. Uiteindelijk heb ik Brand New Vibe, is geproduceerd door BMPS. Is mijn eerste tune op Spotify van ons. Shout-out BMPS. Ja man, shout-out Antwerpen's Finest. En dat was mijn eerste tune. En die werd goed ontvangen. En ja, daarna ben ik blijven gaan. Je hebt een naam gezegd dat ik al lang niet meer heb gehoord. Een van de eerste mensen dat ik trouwens had geïnterviewd, die interview is gewoon nooit uitgekomen. Oké. Okay. Soundplug. Ja. Soundplug is ook... ze hebben de deur open gedaan. Voor mij wel. Voor u dan. Ja, zeker. Voor waarschijnlijk nog anderen. Ja. Ze hebben wel hun stempel achtergelaten. Zeker. En ook wetende bijvoorbeeld dat ze vroeger bevriend waren. Ze hadden vroeger een relatie met Distinct ook. Ja, tuurlijk. Zo ken ik Distinct ook. Ja. Via Sample. Ja, via Sample. Okay. Via Efraim en Manasseh. Oké, shout-out naar hun. Ja. Het ding is bij mij, als ik in de studio zit, ik maak muziek, ik breng het uit. Maar dat is aan de mensen, om te beslissen waar ik blow of hoe ik blow. Ik kan daar niet, dat is niet... Je speelt er wel een rol in, maar je hebt dat niet volledig in de hand. Ja, ik ben akkoord met wat jij zegt. Maar nog steeds, jullie krijgen die erkenning eerst ergens anders. Ergens anders, ja, daar ben ik wel mee akkoord, ja. En ik heb het over u, ik heb het over Disting ook. Ja. Hoe zijn jullie nu zo grote artiesten? België hebben ze dat niet gezien of zo? Ik weet het niet, man. Snap je? En ik denk, maar dat is niet een discussie voor u ook, maar ik denk ook dat heeft te maken met platforms, dat heeft te maken met de hele media shit hier. Ja. En pas wanneer jullie gebloot zijn, dan gaan jullie die erkenning krijgen in België dan. Ja. Allee, Distinct heeft geen nominaties, jij hebt geen nominaties. Ja. Allee, was dat Mias? Ja, Mias, nee. En dat vind ik jammer. En terwijl dat jullie meer streams pakken dan hun grootste artiesten soms. Ja. Maar vind jij dat moet veranderen of heb je zoiets van pro aan jullie niet? Ik zeg je eerlijk, ik maak muziek voor degene die naar mij luisteren. Voor de rest, als het komt, oké, mooi, maar voor de rest, ik wacht er niet op.
Dat is een goede antwoord, want ik wou juist zeggen, wie is het over wat jij probeert te bereiken? Wie naar je moet luisteren. Wie naar je moet luisteren. Ja. Maar als iemand nu bijvoorbeeld naar je komt, Brian, wat voor artiest ben jij? Wat is je antwoord erop? Wat voor artiest dat ik ben? Ja. Ik ben gewoon een artiest die voor vrouwen zingt. Dat sowieso. Stel voor iemand komt, dat is discriminatie. Ja. Ik ben een man, ik wil... Sowieso, nee, ik denk voor beide. Laten we het zo zeggen. Nee, ik begrijp wat je bedoelt. Uiteindelijk, maar er is niks mis met jou. Je maakt liedjes voor vrouwen. Ja, ik ken rappers die rappen voor hun hoofd. Ja. Die rappen niet voor de vrouwen. Die rappen. Ja, je maakt muziek voor vrouwen. En eerlijk, vrouwen, they will buy faster than you. Precies, precies, precies. Dus eigenlijk had jij deze inspiratie sinds jij. Ben je muziek ben begonnen of is dat gewoon iets dat je met de tijd... Helemaal niet. Kijk, ik ben een R&B fan. Ik ben fan van Chris Brown. Dus in het begin was dat zo, ik dacht van, ik kan niet zingen, man. Ik kan wel rappen. Ik zag mensen in Nederland dingen doen. Ik dacht van, ah, maar waarom kan ik dat niet doen? Dus uiteindelijk ben ik zo begonnen met rappen. En daarna heb ik snel de beslissing gemaakt om te gaan zingen. Om te, melodieën te... Dat is heel warm zingen. Ja. Maar ik ga nu, jij ziet eruit als een G, hè. Maar, ik ga je om te gaan zingen. deze gangster gaan zingen. maar, dus... Oké, je gaat zingen. Uw eerste stappen in leren zingen. Ja. Hoe waren die? Ja? Ik denk veel naar... Ik was dag en nacht in de studio. Dag en nacht. Ik ging letterlijk naar Sample toen ze in Frankrijk leren. Ja. Bij Tim Dalle daar. Oh jawel. Bekijken maar. Shout-out Tim Dalle ook. Ja, shout-out Tim Dalle. Ja. En shout-out Tim Dalle, ja. Dus... Wat ja. Kwamen daar tot ze, ik was daar tot 6 uur 's morgens, maakten we muziek daar en ik ging dan terug met de trein naar Gent. Elke dag. Dat is wel die, dat is pas traag. Ja, elke dag. En jij komt hier en je bent nu met Sample dan. Ja. En dan leren zij u dan hoe jij je noten moet gebruiken? Ja, zij hebben mij leren opnemen. Zij hebben mij leren... Ze zijn echt heel eerlijk. Als ze het niet hard vinden, gaan ze het in je gezicht zeggen. Ze het niet hard. En dat heb ik nodig, snap je? Als artiest heb je dat echt nodig, dat iemand echt recht voor de raap is met jou. En dat zijn altijd geweest. Shala Manasse. Ja. Shala Manasse, ik weet niet. Bryce is nu een artiest. Ja. Bryce. Nee, dat is waar. Maar Nassim en Efraim, die ken ik op een latere. Die zijn altijd zo geweest. Altijd, yo, you gotta go for it. En zoals je zegt, ook eerlijk. Maar inderdaad, dus, alleen vind jij dat. Niet, nogmaals, je bent niet groot geworden door hun. Maar zonder hun push stond jij niet. Zonder hun was er geen Brian MG. Ik ga je eerlijk zeggen, man. Ik heb ook zo geleerd wat muziek is en wat hard werken is. Want uiteindelijk, je moet het zo zien, we waren gewoon. Een groep jongeren die iets wil bereiken. En ik heb altijd gezegd, als ik ooit een plaat pak, of ooit dingen, jullie zijn de eerste aan wie ik die plaat ga geven. Dat is ook gebeurd. Talk your shit. Man van mijn woord. Ja, facts. Facts. Sample. Ik bedenk jullie zelf voor de shit dat jullie doen. Ik bedenk jullie ook gewoon voor de vriendschap uiteindelijk. Moi, ik en Marassé, we zijn cool. Oh, amen. En Efraim is eigenlijk de man met de magic. Ik heb u gevraagd wat voor liedjes of wie je probeert te bereiken. Ik zeg, je maakt liedjes voor vrouwen. Ja. Maar hoe inspireren vrouwen u om zo'n soort liedjes te maken? Wat is er aan de vrouwen dat jij zo hebt van, of jij zo'n liedjes gaat maken? Meestal gebruik ik gewoon verhalen die ik zelf heb meegemaakt. Met een ex of zo, of met een oude liefde. Of gewoon verhalen van anderen, van vrienden van mij die zeggen, ik heb dit meegemaakt met een meisje. Mm-hmm. En dan verander ik in muziek. Denk je dat zonder liefde dat er geen Brian MG is? En zonder liefde is er geen Brian MG, denk ik. Ja. Je bent eigenlijk een R&B type dude. Hè? Ja, sowieso. Okay. Ja. Maar... Ik hou ook van Meek Mill dingen. Dat is je eigen tijd. Maar ik bedoel, als artiest bijvoorbeeld, jij haalt R&B. Zeker. Wat ik ook belangrijk vind aan R&B dudes, ze maken inderdaad goede liedjes over vrouwen, et cetera.
Maar stel je voor een... Want dat heb je gedaan, denk ik, met Freddie King onlangs. Of vorig jaar of zoiets. Hij heeft iets gedropt. Ja, op zijn album. Ja, ja. Zo'n ding is... Ja, ik kan ook. Ja, tuurlijk. Drill. Ik kan alles. En jij gaat gewoon dan de refrein zingen? Ja, maakt niet uit. Refrein, verse. Daar had ik ook een verse gedaan op Freddie zijn, zijn album. Rappend? Ja. Oh, dat heb ik nog niet gecheckt. Oké. Kijk, ik vind... rappen, ik, niet gecheckt. Ik ben niet de beste rapper ofzo, dat zeg ik helemaal niet. Er zijn veel betere rappers, maar... in België? Ja, zeker, sowieso. Maar dat is ik denk dat dat een basis is van muziek. Ja. Ik denk, als je kijkt bijvoorbeeld naar Chris Brown, hij kan ook gewoon rappen. Maar ik ben niet de beste ofzo, nee, dat zeker niet. Maar eigenlijk, rappen en muziek maken, dat is juist hetzelfde. Allee, zingen. Want uiteindelijk, je moet ook, allee, niet moet, maar je hebt het ook als jij zingt. Ik heb respect voor rappers, want rappen is moeilijker dan zingen, vind ik. Zo. Want rappen, je moet elke keer met een nieuw tekst komen. Je moet elke keer met de nieuwe rijmschema's komen. Dat is heel moeilijk, snap je? Die hebben mij er juist zien rappen. Dus dat was toch niet zo moeilijk voor mij. Ja, ik het rappen of wat? Ah, ik freestyle gewoon. Oké, dan. Ik freestyle gewoon. Ik schrijf niet, ik haat schrijven. Oké. Maar dat is gewoon omdat ik in New York ben opgegroeid. Ik ben in New York opgegroeid, dat is de mecca, de rap. Tuurlijk. En ook toen ik vast zat in isolatiecel, dat is de shit dat ik deed elke dag bijna. Gewoon rappen. Probeer te schrijven, maar ik dacht, schrijven, dat is zo te veel. En dan, ik grap gewoon alle liedjes die ik hier ooit heb opgenomen, maar ik ga nooit releasen of zo. Ik freestyle gewoon. Is dat nooit de bedoeling geweest om artiest te zijn of om artiest te worden? Honestly, ik denk altijd, dat is hoe ik denk. Okay. Ik probeer alsjeblieft niet... Hoe jij denkt. Ja, inderdaad. Ik vind persoonlijk, if I had a rap, people would not understand me. Ja, oké. En ik heb er juist tegen hem, mijn stagiair, heb ik gezegd, yo, I used to be in New York, I used to move niks. Ja. Als je dat niet uitlegt aan iemand, ja, dat niet begrijpen. Ten eerste, niks betekent 5. Ja. Dus eigenlijk, jij verkoopt geen t-shirt, jij verkoopt 5. Maar niks betekent ook New York niks. Okay. I used to be in New York, I used to move niks. Oh. Dus als jij zo iemand te veel moet uitleggen... Verder dan de tijd. En dat wil ik allemaal niet. Dus daarom gewoon rustig podcast. Praat met mensen op je mag. Ja, fun. I mean, maar rappen, ik vind rappen, dat is mijn ding. En R&B, eerlijk gezegd, R&B van vroeger. Ja, love it. Dat is mijn inspiratie. I love it. Van R. Kelly. Trouwens, een groot R&B zanger is R. Kelly. Mm. Jammer genoeg. Al die bosje dat hij heeft gemaakt. Maar dat is de grootste. D'Angelo ook, boss. Hij doet soms rare shit met zijn video. Maar D'Angelo, je hebt R. Kelly, Tank, je hebt zoveel. Yes, yeah. Vandaar dat ik vind ik R&B, Amerikaans, in Amerika, dan vind ik dat. Ik vind dat zo iets minder dan. Ja. De vuur. Die is er niet echt meer zoals... Ze willen ook bitches en hoes. Ja, nee. Terwijl vroeger wilden ze liefde maken. Ze precies. Yo, you got 10 kids, I want to take care of all of them. Nu, you have 10 kids, no, I don't want you, I want you just for the night. That's R&B geworden zoals rap. Daarom, mensen zoals jullie en Hulk ook trouwens, Hulk laat je dansen. Ja. Door u ben ik, door het liedje met u en dit ding, ben ik meer Arabische liedjes. Ook al zing je in Frans daarin, maar je comprends nu, je moet andere dingen beginnen te luisteren. Ja, zeker. Want ik luister al naar Frans muziek, ik luister al naar Nederlandse muziek, maar nu wil je uitbreiden, because you see people that you know. Ja. Snap je? En dat vind ik wel gaaf. Hoeveel projecten heb je? Los van je album? In totaal, los van mijn albums, heb ik... ik heb 2 albums gedropt, dus dat betekent ik heb 2 EP's. Je hebt 2 albums gedropt? 2 albums, John. 2 EP's. 2 EP's en 1 album. 2 albums. Ah, 2 albums. Kijk, zie je. En 1 album. Ja, shout-out naar de zus. Ja. Ah, jullie zijn niet ready. Zus is altijd... Ja. Ja, facts. Ik maak zoveel muziek, bro. Op een gegeven moment weet je niet meer hoeveel dat je... Natuurlijk. Ja. Maar wanneer je in de studio stapt, je neemt zoveel liedjes op waarschijnlijk. Ja. Heb je zo'n eigen studio waar je gaat en ook als je naar daar gaat, hoe kies jij liedjes uit dan die dat in de EP, dat ze de EP moet halen? Ik zeg je eerlijk, ik kijk met mijn zus sowieso welke liedjes, ik stuur haar altijd alles en dan kijken we met het label ook kijken we gewoon van hoe en wat. Dus dat, man, ik denk dat is gewoon iets, je kan het niet alleen doen. Ik laat ook mijn ouders luisteren. Mm-hmm. Mijn ouders zijn ook heel open. Okay. En dat is kritisch ook. Zeker mijn moeder, heel kritisch. Op dat vlak.
Trouwens, chapeau en respect voor dat, want ik heb ooit eens, deze heb je niet geschreven, maar jij zei dat nu juist, ooit keek naar uw vrouw, maar dat is echt een tijdje geleden. Je hebt je moeder gepost, hoe ga je zo vast gaat. Ik ga niet uit mijn pijn, waarom? Want mijn mom staat, okay. En het feit dat je zo succesvol bent geworden, dat je ouderen kunnen zien, dat is zo altijd zo mooi. Dat is eerlijk, dat is echt dankzij hen, want je moet zo zien, toen ik klaar was met school, zei ik tegen mijn moeder, van, ik ga naar de universiteit. Ik zei tegen haar van, op een dag ben ik opgestaan, ik heb gezegd tegen mijn moeder, ik wil niet naar de universiteit, ik wil muziek maken. Ik denk dat dat iets voor mij is. Zij heeft mij 1 jaar de tijd gegeven om muziek te maken. En een jaar daarna, letterlijk de dag zelf, ik weet niet of dat al God's given is, op de dag zelf heb ik mijn contract getekend. Toen heeft ze geloofde dat niet, ze geloofde dat gewoon niet. En toen heeft mijn vader gezegd van, zie wel, hij wil dit echt dus. Dus als je iets wilt, dames en heren, jongens en meisjes, ga ervoor, want niemand gaat het voor jou doen. Wanneer besefte je dat, oké, het is aan het werken? Toen ik shows begon te doen, dacht ik van oké, mensen kennen mij letterlijk. Mensen beginnen mijn liedjes te zingen. En ook het ding was, ik kreeg altijd te horen van, als Belg kun je niet in Nederland blowen. Of kun je niet dit, dat. Maar ik ben altijd iemand geweest, ik ga dat doen. Of dat je nu wil of niet, ik ga dat doen. Maar ik vind dat wel bullshit, want veel van die Belgen die hier doorgebroken zijn, zijn ook gewoon in Nederland. Zo. Ja, maar dat vind ik, kijk, er zijn wel, maar hun zagen ons als kleintjes. Ja, en dat nu daar bij doorbroken. Ik vind ook soms, wij praten precies Belgisch. Nee, helemaal niet. Ik ben sowieso heel blij met deze Belgische lichting. Sowieso. Er is veel diversiteit ook. Ja, wel. Iedereen is ook anders. Zoals Dick is anders, Zwanger Regie, Freddy Konings anders. Wie kan ik nog opnoemen? Het zijn er veel, man. Het zijn er veel. Natuurlijk, we zijn een Riverside studio. Ja, ja, ja. Dan moeten wij de Riverside studio rap. Je hebt maar Guy Ben, je hebt Scotty, je hebt King B. Vergeet Scotty. Nee, Scotty is maar. Guy Ben Scotty ken je niet, natuurlijk. Nee, maar Scotty ken ik al lang. Ben, ik weet welke Ben jij bedoelt. Kleine Ben? Ja, broer. Ik was nog steeds King B, Kleine Ben, fan van. Ja. Ik weet nog 5 jaar terug, toen ik aardig wat liedjes zat op Spotify en zo. Ik echt een sessie met hen. Ik heb echt voor een sessie met hen gevraagd. Waarom die dag hebben we 5 liedjes gemaakt. Oh, je hebt liedjes? Ja, maar 5 tunes of zo. Shout out your boy Jeffrey. Ja. Ik vroeg hem nog. Wat zeg je? Waar zijn die liedjes? Ik weet het niet, man. Maar hun hebben wel. Ook, hun zijn ook een van de redenen waar ik denk van hé. Dat gaat lukken. Ja, man. Inderdaad. Shout out naar King B, ja, man. Hij is hier altijd. Riverside member. Gang member. Okay. Weezy. Maar ik dacht dat jij ging zeggen op mijn, de vraag die ik ging stellen, want toen jij een liedje met vrienden had, dacht je van oké, weet je? Ah ja, 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 ja. Nee, sowieso. Pff, sowieso. Ik ken hem to me. Sowieso met Frenna. Ik was sowieso al fan van Frenna. Sowieso al van way back. En ik weet niet meer waar ik was. En een vriend van mij stuurde een screenshot van, yo, Frenna heeft jou gepost op Twitter. Frenna heeft mij gepost. Ik zeg, yo, wie is die guy van Hard to Get? Hij is hard, man. Ja. Ik ga straks nog iets vertellen over Hard to Get. En het is niks. Ik geloofde mijn ogen. Ik stuur naar mijn zus. Ik zeg, hey, Frenna wil bij mij een tune maken. Dit. Dus nu, ik zeg voor de grap, kom studio in dan. Kom, laten we de studio ingaan. Hij zegt, let's go. Uiteindelijk, ik had die tune, ik had mijn baby al gemaakt. En ik had mijn verse al, alles. Die tune. En dus ik zeg, ik hoor jou erop. Hij zegt, bro, dit is een monster hit. Ik zeg, ja. Hij zegt, ja. Hij zegt, oké, spring het erop. En daarna, ik post het op Instagram. Bro, boom. Natuurlijk. Die momenten, dat waren een van de leukste momenten in mijn carrière, ja, tot nu toe. Nu ineens heb je meer inspiratie om over vrouwen te schrijven. Ja, maar die komen gewoon. Ja, ja. Hier is inspiratie nummer 1. Maar je wou iets vertellen over Hard to Get? Ja, Hard to Get is geklipt hier, linkerover.
Ja, maar hier op het grasveld. Je hebt die tankstation? Tankstation, ja. Gewoon op dat grasveld daar. Deze tank? Ja. Dat is, ja, man. Dat is, ja, man, is hier geklipt. Als je goed kijkt in die maar clip. Maar daarover. Ja. Sowieso, als je linkerover kijkt. Hier is mijn gezicht. Ja, je gaat sowieso zien. Is dat niet de mijne shit? Ah, zie mijn ding. Maar ja, ik ga straks. En ook, ja, laat me dat zien, alsjeblieft. Geklipt recht over. Hoe heet die club? Club Lima. Ja, die ken ik. Die loods. Dat is bij niet ver van de Oxy, denk ik. Dat is bij dat water. Precies, ja, en bij die in die loods hebben we ook geklipt. Ik wil het zien, Link. Ja, man. Dat was in Linkeroever. Shout out Linkeroever, nou, wij trekken goede artiesten aan. Ja. Missie rijden, man. Hard to get. Ga zien, zo weet ik als ik een Link gast ben of niet. Even zien. Maar. Je moet je YouTube dinges betalen, broeder. Dat is niet alleen. Ik ga het niet. 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 Wacht. Naar het einde kijk je zeg. Ja, richting einde. Daar. Ja. Is linkeroever. Maar hey, ik weet niet, je deed dat met Bloementuin. Ja, hier ergens. Ja, met Bloementuin. Iedereen schiet altijd die clip af. Trouwens, je ziet er wel anders uit. Ja, ik was jong, dus vijf jaar terug. Wauw. Nee, inderdaad, dat is Bloementuin. Sorry. Dat is vijf jaar terug. Wauw, oké. Okay. Ja. Hey, wacht. Waar viel het? Ben jij niet? Ja, man. Jawel, toch? Ja, maar bro, ja. Kijk, hè. Auto, dat is wel een goeie liedje, hè. En jij hoort dat constant. Ja. Maar jij weet niet wie dat is. Ja. Dus, ik ga niet liegen. Misschien een jaar geleden of zo ben ik pas te weten gehoord. Dat jullie liedje is. Maar dat is het jammer aan radio. Maar, bro, je hebt eigenlijk iets, bro. Ja. Jij hebt iets. Ja. Engelaar, je doet je ding. Maar nu, vragen. Gazali. Is dat uw liedje, want dat is ook uw liedje. Yeah. Is dat het meest accomplished liedje dat je kunt zingen? Was accomplished voor je? Was accomplished kan zijn. Blokkeer je niet alsjeblieft de jungle? Ik weet niet wie dat is. Accomplished, oké. Okay. Yeah. Wat is accomplished voor mij? Accomplished kan zijn bijvoorbeeld meest gespeelde, meest streamed. Yeah. De reden waarom je misschien veel geboekt wordt, niet dat zo. Ja. Dat kan van alles betekenen. Ja. Maar het is. Ja, sowieso, als ik kan zeggen, de meest gestreamde, ja, sowieso. Meest gestreamde. Hadden wij dat verwacht? Ik denk Distinct zelf niet. En wij ook niet, want dat is iets nieuws dat wij proberen. Snap je? Ik heb nog nooit op zo'n beat geprobeerd. Die dag was de eerste keer dat ik gewoon gezegd heb tegen Distinct: laat me eens proberen. Ja. Laat me eens proberen. Ik heb die verse in one take gedaan. Letterlijk one take. En hij had die tune dan later gestuurd en ik vond het wel iets hebben. En zijn manager zei dan van, laten we deze clippen. Ik zei, oké, geen probleem. Geen probleem, je weet toch? Ik hou van uitdagingen, dus laten we het gewoon doen, snap je? Dat shit is. En uiteindelijk, ik had het niet verwacht. Dus als je zegt over, als je me vraagt of het mijn meest accomplished samenwerking is. Ik kan dat zo zeggen, want dat is meest accomplished samenwerking. Want uiteindelijk, je liedjes, bro, je liedjes ook gewoon. Ja, sowieso. Ik ga gewoon zeggen, meest accomplished samenwerking. Ja, maar als ik dat zo zeg, ook de juiste persoon, dat is precies dat ik discredit wat jij doet. Nee, totaal niet. Je meest accomplished samenwerking. Yeah. Want er gaat straks een vraag komen erover ook. Okay. Je zus heeft het al gezien, ze heeft het goed gekeurd. Als je zus het goed gekeurd, is het goed. Yeah. I mean, dus meest accomplished, je hebt wel de wereld gezien, sowieso. Niet alleen. Ik wil nog meer zien, maar ik heb wel een paar landen gezien, ja. Qua samenwerking, heb je meer samenwerking met Hollanders of Belgen? Ik heb meer samenwerkingen met Nederlanders, maar... Hard is kapot. Ja, de reden daarvoor is... Hard is kapot. Ik denk de reden daarvoor is omdat ik zelf mij wil focussen op Nederland. Mm-hmm. En omdat toen ik blode, was er niet echt iemand waar ik dacht van, met die zou ik samenwerken. En nu heb ik dat wel meer. Kunnen wij levelen.
op vlak, want ik ben echt heel strikt met week. Bij samen muziekwerk, ja. Schrijf, en ook, dat is gewoon puur voor mezelf. Klopt. Dus, ja, maar er zijn wel sowieso talenten waar ik sowieso naar kijk. Ik weet niet of je GK en DK kent. Facts, shout-out naar u. Ja, man, shout-out naar hun. Dat is toch een u, hoor. Ja. GK en DK zijn. Ja, man, met hun praat ik ook nu echt heel veel. Ja. En geef ik ook tips door. Dus, shout-out naar hun. Ik ga Scotty u kent sturen. Scotty! Ja, Vinnie Brian. Van Brian, ja, mee, Vinnie Brian. Mensen denken nooit dat ik kijk naar jong talent, maar ik kijk. Ja. Als ik de tijd heb, kijk ik gewoon. Maar, en, dus als je zegt, je moet de tijd hebben. Ik geef ook gewoon flowers. Zoals toen ik toen Dikke op nummer 1 stond, heb ik gewoon zijn flowers gegeven. Mensen zijn bang om flowers te geven. Ik ben niet bang om flowers te geven. Nee. En ik zie mezelf ook niet als door. Mensen zien graag. Bijvoorbeeld bij mij heb ik dat vaak, dat ze mij zien als. Oh ja, ik kan hem niet, ik kan niet tegen hem praten. Nee, ik kan gewoon tegen mij praten. Dat is niet fout, Brian. Ja. Vast van andere mensen voor u, of mensen die daar ook zijn, die gewoon raar doen. Ja, dat hoeft niet, man. Ik ben de meest humble. Allee, ik wil niet voelen. Het is raar als ik het over mezelf zeg, maar ik weet, als je me iets vraagt en ik zie dat je talent hebt, dan ga ik je gewoon advies geven die ik nooit heb gekregen, snap je? Maar mensen moeten ook begrijpen, zoals ik er juist zei, jij krijgt duizenden berichten. Ja, dus je kunt niet altijd antwoorden. Zeker. Maar ik weet wel, sommige artiesten, wanneer voordat ze gebloot zijn, jij vraagt hun die doen dat, maar wanneer ze gebloot zijn, die ineens die willen dat niet doen. Dat bestaat ook. Ja, dat bestaat ook. Dat bestaat ook, maar dat is, bro, uiteindelijk, people can choose what the fuck they want to do. Yeah. Als iemand niet wil antwoorden, dan moet hij Ja. Maar ik heb dat wel vaak gemerkt. En het feit dat je dat zegt, ik ben levend bewijs, ik heb je gestuurd. Dus niet dat je mij. Oké, ook al hebben we lang. Agenda-problemen. Je moet dat mee. Maar nogmaals, ik apprecieer dat jij. Want op het einde van de dag, you give me a push also, bij wijze van spreken. Tuurlijk, we moeten samen omhoog. I mean, je kan niet alleen aan de top staan. Inderdaad. He's telling you, he's on the top. Dat is waar. Bon. Nog niet, maar je kan niet alleen. Je hebt sowieso, we kunnen elkaar allemaal pushen door gewoon iets te doen met elkaar. En dat kan voor beide partijen goed iets betekenen. Snap? Facts. Natuurlijk, een show in Congo. Ja. Is dat niet iets dat in je hoofd is? Sowieso. Ja. Congo is natuurlijk het land van mijn ouders. Ik werk er naartoe sowieso. Maar ik denk dat voor hem. Ik mag hopen, als God het wil, dat voor binnen een paar jaar is. Nou, kan je zien, een paar jaar is te veel. Hè? Ja, ik kan het kan morgen zijn, je weet het niet. Je weet het niet. Maar dat is wel iets dat je daar zo naar vooruit. Sowieso. Ja. Ik werk erna. En alles op zijn tijd. Ja, maar ik lijkt voor je Frans moeten geven. Sowieso. Ja. Yo, Brian, he was a great guest. Maar we kunnen hem niet zomaar laten gaan zonder deze te doen. Dat is het kleine spelletje dat ik heb. Ik doe dat alleen met Congolezen. Ja, ik ga niet liggen, discrimineer. Voilà. Ik discrimineer. Als je geen Congolees bent, verwacht geen spelletje bij mij. Tom van Grieken is hier gewoon geen spelletje. Niemand. Okay. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ik heb 6. Vragen. Okay. Sommige gaan gemakkelijker zijn dan okay. Andere. Je mocht er 5 kiezen en eentje gaan we eruit laten. Oké, schoon. Ja. Ik ga die. Als jij nummer 5, het getal 5 ziet, moet jij er maar 3 doen. Oké. Okay. Dat te veel. Hier. Voilà, oké. Wat heb jij gelaten? Wauw, graaf. Ja, het is heel graaf. Dus nu, ga openen. Oké. Tadam, dun, dun. Yo, shout out naar Brian. He was a great convo. Chris Brown of Usher? Zoals ik zei, Chris Brown. Ja, Chris Brown. Over Usher? Ja, voor mij wel. Okay, kijk, okay. Voor mij. Facts. Maar. Facts. Usher is wel een legend, dat sowieso. Voor Chris Brown, maar voor mij Chris Brown. Ja. Maar dat gaat gemakkelijker dan ik dacht. Oké dan. Je moet kiezen, liedjes in het Nederlands maken of in het Frans? Blijven maken, voor altijd. Voor altijd, dan ga ik liedjes in het Frans. Groter publiek. Oké. Ja, groter publiek en in Congo verstaan ze gewoon.
Ik denk moeilijke vragen had geschreven. Drie dingen dat ze sowieso niet weten over Brian MG. Dat is een goede vraag. Drie dingen dat mensen niet weten over mij. Mijn zus, kan je me helpen? Ik drink geen alcohol. Ah ja, ik drink geen alcohol. Wat nog? Dat is wel graaf, joh. Mijn zus kan me helpen. Ik heb djembe gespeeld, heel lang. Ja, ik heb heel lang djembe gespeeld. Djembe dus? Ja. Vandaar die ritme. Okay. En laat me eentje voor mezelf vinden. Drie dingen dat mensen niet weten over mij is dat ik muziekschool heb gedaan. Een jaar. Ja. En specifiek om een artiest te worden? Nee, gewoon muziekschool, gewoon omdat mijn ouders mij dat hebben ingeschreven. En wat voor muziek moest je dan? Niet eens notenleer. Oké. Een jaar notenleer. Deze gaat wel moeilijker zijn. Oké. 100%. Vind jij dat je herkenning krijgt in België? Dat is een moeilijke. Vind ik of ik mijn erkenning krijg in België? Als we praten over erkenning, dan praten we over de media of praten we over de mensen? De media. Ik ga niet alleen voor mijn eigen spreken. Ik denk voor andere artiesten ook die gewoon Belgisch zijn. En die blowen zoals Disting bijvoorbeeld, als ik dat kan zeggen. Ik vind dat wij meer erkenning mogen verdienen. Want wat wij doen is gek voor woorden. Soms geloof ik het zelf niet wat we nu allemaal aan het doen zijn. Dus ik denk wel, als ik een antwoord kan geven op jouw vraag, ik denk wel dat we meer erkenning mogen krijgen. Nee, Brian en zusters ook trouwens. Ja, Brian, ik heb je serieus thuis op samen, brother. Ah, deze interview, ik keek er naar uit. Love. Wat dat lang doen. Ja, maar zoals ik ben ook gelovig, ik ben overtuigd dat God bestaat. Dus sowieso. Hij heeft alles geschreven, het moest gewoon vandaag gebeuren. Sowieso. En niet alleen moest dat vandaag gebeuren, vandaag is de beste rapper ook gestorven. I mean, Biggie. Dat is mijn favorite rapper, dus om hem. Oh, vandaag? Ja, March 9th. Okay. I mean, shout out to Big, Brooklyn. Ik heb, ik heb in Brooklyn gewoond. Yes. Dus voor ik mij heb een beetje je podcast geluisterd, dus ik weet een beetje. Ja. Mooi dat je ook een beetje vertelt over jezelf. Mm-hmm. En je ook zelf voorstelt. Zodat mensen weten wie je werkelijk bent. Dus ik weet letterlijk wie je werkelijk bent door wat je allemaal hebt gezegd. Dus big shout out naar jou. En ook dat je gewoon alle soorten mensen laat komen naar jouw podcast. Want dan zie je ook een beetje het beeld van hoe iemand anders denkt over de wereld. Facts. Dat is ook heel belangrijk. Ik ga dat blijven doen, Brian. Blijven doen. Maandag heb ik para natuurlijk. Maandag heb ik officiële guest. Shout-out Shout-out aan Brian MG. Love. Ik moet jullie niet zeggen abonneren bij hem. Hè. Kom met mij abonneren. Hij heeft al genoeg abonneren. Ja. Talks with Charlie. Ja, me. Shout-out Ruzus. Tuurlijk. Shout-out aan mijn boy Jungle. Gang. Brian, nogmaals. Please, gang. Yo, we snow. Talks with motherfucker Charlie. What's poppin' with the population? It smell like money, so let's make some. Yeah, I know you see it. I know they see it. I know. Talks with Charlie, conversations with Charlie. Yeah, I know they see it. I know you see it. I know. Talks with Charlie, conversations with Charlie. Yeah, I know they see it. I know you see it. I know. Talks with Charlie, conversations with Charlie. They yelling, who that? Who that? I tell them we that.